Yo mensen van Dust Force Gaming. Vandaag, voordat de trailer begint, even een paar dingetjes. Ten eerste, DVG start weer. Dit is de beginvideo ervan. Dus eigenlijk de start van DVG weer. Volgende week hoop ik tot ik een nieuwe banner heb. Ik ga er van de week weer aan. Dus als ik dit opneem, is het woensdag. Donderdag is de video 's avonds online. Dan hoop ik volgende week woensdag de nieuwe banner online te hebben. En dan tweede dingetje. The Kingdom dat heette en gaat tegenwoordig Riddertijd heten. Seizoen 1 was het natuurlijk gewoon The Kingdom. Seizoen 2 wordt The Kingdom slash Riddertijd. En seizoen 3, dat begint, dat wordt gewoon volledig Riddertijd. Ik denk dat dat de beste stap is. Kunnen ze mensen ook niet meer zeggen van, je hebt het gejat van dus David, et cetera. Het is een inspiratie van zijn serie. Maar voor de rest, de namen van de Kingdom, dat hebben we van films, dat soort dingen. Seizoen 3 krijgen we veel meer kingdoms, veel meer namen ook. Maar dat hebben we gewoon van Wikipedia afgenomen, van de Griekse godenlijst en allerlei andere dingen. Maar in ieder geval van de namen. Ja, de naam Empire zit er wel in. Maar die hebben we niet per se van dus David. Die hebben we van weet het? Wikipedia hebben we dat af. En dat is gewoon de beste naam om juist zoiets te hebben van. Eigenlijk is dat eigenlijk wel een badass kingdom. Gewoon voorop, tot je daar gewoon voor moet oppassen. De naam Kingdom zal wel af en toe in de naam zelf gebruikt worden. Want naast dat het hoofdnaam heb je ook zo'n klein zinnetje na de cijfers van de aflevering. Daar zal het wel zo nu en dan in gebruikt worden, maar voor de rest ook niet echt. In ieder geval, dan spreek ik jullie later. Maar eerst, intro. Dit is Leven Geest. De Caribbean was 2 jaar geleden een drukke stad met veel handel. Daarom zou koning Patrick voor 2 maanden wegblijven, maar dat veranderde al snel in 2 jaar. Maar echter, de Caribbean had zijn koning weer nodig na 1 maand, omdat alles fout ging. Er brak een burgeroorlog uit en bijna alles ging kapot. Wat ooit een mooie stad was, genaamd Styx, was nu verlaten. De mensen gingen dood of vluchtten ergens anders heen. Maar er werd al snel een nieuwe stad gebouwd, met een haven, een mooi kasteel en een hele mooie stad, in de hoop dat ze de burgers weer terug konden krijgen. Maar echter, dat veranderde na 2 jaar nog niets. Nog steeds geen burgers, maar dat zullen jullie zien in seizoen 2. Wat er voor de rest gebeurt met een hele kingdom. Later.